maar zeg. En niet door dat hij van vuur zat, dan zie je dat kan een stukje koraal. Hoi! Vandaag is de recept die ik probeer. Dat zal niet. Die gaan ook hard zijn. Die gaan ook hard zijn. Ja, maar dat is niet. Ik kijk hier ook op die bonden. Die dan beter dan dat? Okay.
En op dit ogenblik dan toch in naam die we over kunnen 9 dan weer dus dan met de 100. Door de schepen transporten in die Kustemond. Dat is voor de derde plaats. Die is derde. Wij dan de tweede plaats. Trofee voor de tweede plaats. Zouden we dan graag hebben. Naar Rick Scheirlings. De man van Gerardsbergen. En dan hebben we nog de overwinningstrofee. En die wordt geschonken door de man die we wellicht ook straks nog mogen verwelkomen, burgemeester Freddy Sarus, maar de prachtige bloementel gaat vandaag mee naar Jozef Staes. En Jozef Staes wordt dan ook de winnaar van de 15e koers. We gaan ons een beetje opstellen voor de foto's. Eén vraag. Goed gedaan, heren. Met de mensen van de brandweer erbij. Mensen die dat proberen uit te maken van deze organisatie. Goed gedaan, heren. We zijn meteen aan het einde gekomen van het eerste podium van de dag. Met nog even de namen doorgeven. De winnaar is Jozef Staes. De derde plaats door Theo Kalkheijzer. Een trofee dat geschonken wordt door schepen Rudy. Rick hier. Die komt nog straks. En dan de tweede plaats moeten we dan meegeven aan André Keuris. Dat is een trofee op naam van de voorzitter van het OCMW, Peter van Goeiemissen. Die gaat naar André Keuris. En dan de winsten vandaag voor de categorie G. Een trofee op naam van de burgemeester Freddy Sarus, maar ook uiteraard de bloemen. En we gaan opnieuw dan Gelsensmit dat laten afleveren. De dame in ons gezelschap hier. Goedendag, dames en heren, mevrouw en heren. Het is de winnaar van deze wedstrijd, Gaston Sennen. Ja. Goed gedaan, dames en heren, met ook de aanwezigheid van Elsensmit en Eddie Kustemont, die dat ook deel uitmaken van het schepencollege van deze gemeente. Maar de eerste drie die